Jaarlijks eindigen gemiddeld 20.000 huwelijken in een echtscheiding. En scheiden is vreselijk, zeker wanneer de kinderen in het spel zijn. Veel ouders komen lijnrecht tegenover elkaar te staan, met als gevolg dat de omgang met het kind wordt verstoord. En geen contact hebben met je kinderen is voor elke ouder een ondraaglijke gedachte. Dat overkwam Mike. Hij stapt vervolgens naar de rechter, die in het belang van de kinderen beslist dat omgang met de vader gewenst is. Echter, een betrokken instantie weigert de uitspraak van het Hof uit te voeren. We staan hier voor het stadhuis in Amersfoort. En waarom sta jij hier? Ik sta hier omdat ik mijn kinderen al bijna 3 jaar niet meer heb mogen zien. Je hebt 4 kinderen, hè? Klopt. En wat voor leeftijd? 5, 9, 10 en 13. Zien op de achtergrond zien we 2 grote borden staan en de foto van jou met je kinderen. Wat is er op die borden te zien? Ja, op het ene bord is de hele uitspraak van 2 mei van het Hof Arnhem-Leeuwarden. En op de andere uitspraak is de einduitspraak van 31 oktober 2023. En daar is bepaald dat er per direct weer omgang en contact moet plaatsvinden tussen vader en kinderen. Stapjeswijze opbouw. En deze afspraken zijn niet nagekomen. Door wie zijn die niet nagekomen? Door SAFE, midden in Nederland. Oké, ja, dat is eigenlijk jeugdzorg, hè? Zo moet ik dat zien. Klopt. Alle 2 kanten moeten gehoord worden. En de kinderen moeten gehoord worden. En het kan niet zo zijn dat er 1 ouder gewoon aan de kant geduwd wordt en dan is rust. Maar die rust die is er voor de kinderen niet. Want de kinderen die hebben zo geen rust. Hè. Kinderen moeten 1 ouder en nog 1 ouder hebben. Dat maakt je kapot. Dat maakt je helemaal kapot, ja. Ik denk toch dat een uitspraak van het Hof duidelijk is. Hoe kan het dat een uitspraak van de rechter niet wordt nageleefd? Ik ging het vragen aan advocaat Conchita van Roy. Een instelling zoals jeugdzorg, hè, die moet de opdracht van de rechter uitspraak gewoon uitvoeren. Dat is hun taak. Dus het is echt merkwaardig dat het niet gebeurt. Maar het gebeurt helaas wel vaker dat een gezinsvoogd eigenlijk het niet nakomt of in ieder geval weigert, wanprestatie levert. Wat kan de gemeente hier aan doen? Ja, ik had een aantal gesprekken al met de burgemeester en met de wethouder. Daarop zijn vervolggesprekken gekomen met de bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. Maar ik geloof pas als het eerst weer zo is dat ik mijn kinderen een keer mag zien. We zijn inmiddels 3 jaar verder dat je je kinderen niet hebt gezien. Heb je nog wel het gevoel dat je strijdlustig bent? Ik hou het vol. Ik hou het wel vol, ja. Ik ben al alles kwijt, dus... Ik kan niet meer kwijtraken. Wilt u meer zien van Ongehoord Nederland? Volg ons dan op onze social media kanalen.